De GWSW, eigenlijk de aanleiding dat wij vandaag bij elkaar zitten. Een belangrijke ontwikkeling in de data-uitwisseling en de standaardisatie, waar vanaf oktober feedback en commentaar op mogelijk is. En eigenlijk is dit bedoeld om jullie klaar te zetten daarvoor. Want daarna gaat die een tijdje gebruikt worden en is die niet meer aanpasbaar. Guido en Jordi nemen ons mee en jullie gaan zelf ook aan de slag. Veel plezier. Ja, ik heb deze. Ja. Bedankt voor de uitnodiging. En inderdaad heel enthousiast, want we zijn met GWSW Kentallen. Gaan we weer een stapje dichterbij. Een druk op de knop. Een druk op de knop om een prognose te kunnen maken. Waar we nu heel veel dagen kwijt zijn, maanden, om data te verzamelen. Kunnen we met GWSW Kentallen hopelijk dit drastisch verkorten. Dus een stap dichter bij de knop. Wat wil ik jullie deze moeten hebben? Wat wil ik jullie vertellen? Nou, we beginnen even met inleiding. Waarom GWSW? En waarom GWSW Kentallen? En daarna ga ik jullie dan vertellen hoe de rest van de sessie eruit ziet. Je zag misschien al op het programma staan anderhalf uur. Ik ben niet anderhalf uur aan het woord. Jullie gaan ook heel veel zelf doen. Dus goed. Misschien denken jullie zelf wel van GWSW, dat is toch een standaard, maar waarom is dat nou zo belangrijk? Waarom zijn standaarden nou zo belangrijk? En ik zou dan toch willen vragen, kijk eens naar Heel Holland Bakt en probeer je eens voor te stellen hoe Heel Holland Bakt zou gaan zonder standaarden. Zonder standaarden als grammen, liters, teaspoons, tablespoons, cups. Waarschijnlijk zou het veel hilarischer worden. Heel Holland Bakt, maar de kwaliteit, denk ik, dat Robert niet zo tevreden zou zijn. De standaarden, als je daar eenmaal oog voor krijgt, zitten ze eigenlijk overal. Dus dat is eigenlijk even een vraag die ik jullie wil stellen. En dan mag je naar menti.com gaan en deze code invullen. En dan is de eerste vraag gewoon heel simpel. Welke standaarden ken je nou eigenlijk nog meer? Gewoon buiten datastandaarden of GWSW. Nou, je mag ook datastandaarden noemen trouwens. Maar buiten het GWSW, welke standaarden zie je nou eigenlijk allemaal in je leven? En als je er geen kan verzinnen, of misschien een andere leuke vraag is. Waar zou je graag nog een standaard voor willen? Zo, nou, die mag je ook invullen als je wil. Dat is een van die twee. Je mag meerdere antwoorden invullen, dan krijgen we zo meteen een lijstje. En dan moet ik wisselen van scherm, Kees, of doe jij dat? Even kijken, wat zien we er allemaal voorbij komen? Ja, AQUO, BGT, BAG. Leeftijd. Ja, jaren zou je inderdaad ook kunnen zeggen. Dat is een standaard. De fietsstandaard, wat is dat? De fiets, ja. De fiets, oh, dat is... Sorry. Heel goed. Barcodes, periodiek stelsel. Ook een belangrijke, mooi. Tijd, taal. NEN-normen inderdaad. Snelheid, dan kan je zeggen van dat zijn eigenlijk de standaard eenheden van voor de natuurkunde zijn de standaarden. Ik geloof zelfs er zijn ook standaarden voor stekkertjes, hè? Wist je dat? Van, het stekkertje moet er precies zo uitzien. Nou, we hebben standaarden van stroom, hoeveel volt moet erop zitten. Vroeger was dat allemaal niet standaard. Het was elk land had verschillende voltages op zijn net zitten. Verschillende soorten stekkers, dus standaarden, als je er eenmaal als je er wat langer bij stil gaat staan, zitten ze eigenlijk overal. Dus het was eigenlijk niet meer dan logisch dat GWSW er ook eentje, dat RioNet er ook eentje zou op gaan leveren. Even kijken of we hier nog eentje. Ja, kijk deze, die is leuk. Een standaard voor daten. Dat is waarschijnlijk iemand die zegt van, ik
Dat zou handig zijn, een standaard voor daten. Dat je weet hoe je moet daten, toch? Neem ik aan. Dus, ja? Oké, okay. Heel goed. Nou, dus ze zijn overal de standaarden. Laten we even gaan naar de volgende vraag. Want inderdaad, RioNet heeft dus een standaard ontwikkeld, GWSW, het gemeenschappelijk woordenboek voor stedelijk water. Maar mijn vraag is eigenlijk, waarom hebben ze dat gedaan? Wat denken jullie dat de belangrijkste reden is om zo'n standaard op te leveren op het gebied van riolering dan? Dus opnieuw in Menti, dus de volgende vraag, selecteer een van die antwoorden en kijk even wat jullie denken. Zij? Je mag één kiezen. Een belangrijke reden. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, dankjewel voor het invullen. RioNet zelf heeft een heel mooi filmpje gemaakt waarin ze uitleggen wat zij denken dat de belangrijkste reden is. Dus die gaan we even kijken. Dan moet ik weer terug naar de presentatie. En dan het filmpje. Doet Kees dat, denk ik? Ver? Of als hij zijn scherm weghaalt waarschijnlijk. Ja. Zo, deze. Dus even goed opletten welke antwoord je had aangevinkt en welke wanneer je hem dan terug hoort in de video. Kijken welke jullie... Sorry? Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Knallen maar.
Hebben jullie ze terug horen komen, alle vier? Denk het wel, toch? Dus duidelijk waarom GWSW een belangrijke ontwikkeling is in het land van de riolering. Het gaat ons helpen beter samenwerken, minder fouten, het sluit aan op andere standaarden. Wat in deze video trouwens niet hoorde, was dat ze ook aan het werk waren. Volgens mij toen ook al, maar blijkbaar zijn we niet zo belangrijk. Maar aan GWSW kentallen. Sorry? Ja? Oké. Okay. Kijk. Dus, maar hij werd niet genoemd in ieder geval. En nu hapert dit ding. Misschien omdat hij op die video... Ja, want dat is dan de volgende vraag. Want nu heb je het GWSW, dus standaard uitwisseling voor je riolering. Maar een van de dingen waarbij we natuurlijk veel samenwerken samenwerking tussen verschillende partijen is het opstellen van prognoses. Dus daarom hebben we samen met COP, het Waterschapshuis en de STOA flink geïnvesteerd om GWSW-kentallen op te gaan leveren. Nou, Rionet heeft trouwens hier echt de trekker in geweest. Dus die hebben het meeste betaald ook. Maar dan toch nog even stilstaan, want waarom zou je nou inderdaad een standaard nodig hebben? Nou, dit is hoe het nu gaat. We hebben data. En uiteindelijk moeten we dat berekening mee gaan doen en dat ontsluiten om een prognose op te stellen. Hoe gaat dat dan? Nou, we hebben verschillende soorten data. Kaarten uit het BRP, die komen soms nog als PDF. Verhard oppervlak vraag je dan aan verschillende gemeentes voor een zuiveringskring. En je moet 10 keer bellen met Piet. Van joh, hoe zit het nou met die nieuwbouwplannen? En dan maak je dat maar een Excel-tabelletje. En we hebben één iemand nodig. Bij ons was dat Lianne. En die zette dat allemaal dan weer om naar een standaard formaat. Zodat we dat in ons eigen, binnen Rijnland, konden een berekeningetje mee konden doen. Zo gaat dat waarschijnlijk bij de meeste van jullie. En het kost enorm veel tijd. Dus tijdsbesparing. Het is foutengevoelig. Dus een standaard kan hier echt in gaan helpen. Dat mensen op een standaard manier, niet meer met PDF's, niet meer bellen. Deelt nou gewoon via GWSW-kentallen. Dat is onze bedoeling. En om dat heel even nog één keer bij jullie op te halen. Want wat een enorme tijdsbesparing dit zou kunnen zijn. Ben ik even benieuwd naar hoeveel procent van de tijd, als je een prognose gaat opstellen, ben je het kwijt aan het ophalen van gegevens en dat omzetten naar een soort standaard die jij graag gebruikt binnen jouw prognose tool. Dus hoeveel van procent van de tijd ben je daaraan kwijt? Jij sleept hem weer door je magische... Ik weet niet hoe je dat doet, maar... Ja, nou, hier hoopte ik al op inderdaad, dat het een beetje rond de dat het vooral 40, 60, 80 zou zijn. 0,020 ben ik benieuwd naar, want dat is niet mijn ervaring. Het bij ons eerder op de 80-100 ligt. Het is gewoon, het blijkt hieruit enorm veel werk. Het grootste gedeelte van je werk om een prognose op te gaan stellen gaat in het verzamelen van gegevens zitten. Nou, met een druk op de knop willen we eigenlijk zorgen dat alles wat nu rechts zit, dat dat gewoon naar de 2040 gaat. Dus met GWSW-kentallen dat we die kant op gaan. Het zal echt niet zo zijn dat je met een druk op de knop compleet perfecte prognose hebt. Het zullen altijd handwerk zijn. Maar dat we daarna dus die tijd overhouden voor het gesprek met de gemeentes om verschillende scenario's uit te rekenen. Dus dat we eigenlijk 80% gaan zitten op het interpreteren van de uitkomst van een prognoseberekening. Ja? Er zijn er zelfs twee die hebben nu 80-100% van je tijd. Dus maar dan ben je eigenlijk gewoon dataverzamelaar, toch? En ik ben dan heel benieuwd, hoe relateert dat dan aan zo'n nieuwe standaard? Word je dan super blij daarvan? Wie hebben dat als antwoord gegeven? Dat je 80-100% van je tijd daaraan kwijt bent? Ja. Ik had dat gegeven. Ik had het voorwerk van data ook een beetje breed opgenomen. Het is ook een beetje te analyseren van die data en zo.
En ik dacht, ja, dat is volgens mij het grootste gedeelte van het werk. Misschien ben ik daar wel 80% mee bezig inderdaad. Maar misschien klopt het ook niet helemaal. Want de gesprekken met de gemeente zitten ook veel tijd in, uiteindelijk. Ja, ja, nee, klopt. En ja, wij hopen dus dat GBSW Kentallen jullie in staat gaat stellen om dat percentage gewoon een stuk naar beneden te krijgen. Ja. De 0 tot 20, dat zijn magiërs. Kan iemand daarvan iets zeggen? Van wie loopt er al zo? Mark hier. Je wordt als magiër. Oh, Mark weer. Oh, Mark. Ja. Je weet het al hoor. Binnen Noord-Holland hebben we het geluk dat we een drinkwaterbedrijf hebben waar we keurig netjes gewoon de drinkwaterverbruikgegevens krijgen. Daar maken we een geografisch bestand van. We hebben ook het geluk dat de provincie Noord-Holland alle uitbreidingsgebieden in kaart heeft en daar krijgen we een geografische kaart van. Die bewerken we een beetje en dat lezen we dan in. En vervolgens gaat de berekening automatisch. Ja. Dus een beetje ja, op basis van de BAG, drinkwaterverbruik, ook de heffingen zitten erin. Heb je een idee van je nu en de uitbreidingen, die zijn de toekomst. Ja. Dan ben je er nog niet helemaal hoor, maar qua nee. Dataverwerking gaat het wel snel. Klopt. Nou, heb je 80% om koffie te drinken en zo? Of? Want vervolgens moet je ook nog gaan kijken van ja, oké, nu bereken ik wat. En hoe staat het ten opzichte van mijn metingen? En wat, waar kunnen mogelijke verschillen door komen? Drinkwater is ook nooit 1-op-1 gelijk aan afvalwaterproductie. Dus je hebt altijd wel ruimte nodig voor het interpreteren. En vervolgens om met de gemeente te gaan praten van nou, en die afspraken vast te leggen in akkoorden. Ja, interessant, dankjewel. Geef nog maar eens aan van, je hebt eigenlijk al een soort van standaard binnen jouw koninkrijkje weten te... Nee, nou ja. Ja, welkom. Nee, geitje maar. Gaan we weer even terug naar de presentatie. Dus nou, nogmaals, we zijn vooral tijdsbesparing is een belangrijke drijfveer om GWSW Kentallen met z'n allen te gaan omarmen. Want hij is dus af. Om nog heel even aan te geven hoe GWSW Kentallen in het grote plaatje past. Het is eigenlijk maar een heel klein onderdeel van de community of practice. Wel een soort van fundering, denk ik. Maar... Zo, ja. Ik heb hier een laser. Hier zien we in het heel klein, kijk, Community of Practice heeft meerdere programma's, meerdere sporen, van beheer tot processen en methodes, maar ook dus datakwaliteit en datalevering. En daar maakt het benutten van GWSW dus onderdeel van uit. En daar maakte dit in de vorige fase, maakte dit project onderdeel van uit. Dan. Waarom GWSW Kentallen? Als we nou die droom hebben, hoe gaan we dat dan voor elkaar krijgen? Dus dit is wel een klein beetje een inkijkje in GWSW Kentallen, hoe het er uiteindelijk is uitkomen te zien. Maar Jordi gaat zo meteen veel meer in detail erop in. Dus nu even het grote plaatje. Ons doel is natuurlijk om een accurate afvalwaterprognose op te stellen. En dat doen we dan door van verschillende gemeentes, van één zuiveringskring bijvoorbeeld, en ons als waterschap die data bij elkaar te brengen. Dat gaat dan van de waterschap via het gegevensknooppunt waterschappen naar de GWSW-server. Daar komt het allemaal bij elkaar volgens die ene standaard. Dan gaan we per zuiveringskring, komt het in jullie applicaties, maakt niet uit welke, want die is aangepast aan de standaard, om je prognose op te kunnen stellen. Dus dat is eigenlijk de droom. Het gaat makkelijk stromen van links naar rechts om je prognose te kunnen maken. Ik heb in mijn gebied een aantal gemeentes en die zijn niet zo voortvarend met data aanleveren. En die zijn ook niet echt helemaal hoog op de botel van GWSW per se. Komt daar nog iets van een haakje voor dat we ze mee kunnen nemen? Wordt het nog een verplichting? Want dat mis ik nog een beetje eigenlijk. Ja, goede vraag. Hou hem even vast, want hij komt zo meteen naar voren. Ja, oké.
Wat is er nu gereed? Wat is afgerond met GWS en kentellen? Nou, dit gedeelte is nu afgerond. Er is dus een gemodelleerd een model om kentellen vast te gaan leggen. En een soort knop waarmee je dan kan zeggen, nou, ik wil het alleen voor die zuiveringskring, wil ik de gegevens hebben. Waar wordt aan gewerkt? Nou, wij als waterschappen moeten ook onze gegevens natuurlijk via die standaard gaan delen. Delen we onze gegevens via dat gegevensknooppunt water. En nu wordt er eigenlijk een tool gemaakt om dat om te zetten naar GWSW-kentallen. Dus dat gebeurt dan automatisch. Dus uiteindelijk komen onze gegevens, als iedereen dat aanlevert aan DAMO AWK, komt dat op GWSW-kentallen terecht. Daar wordt nu aan gewerkt. Wat is er dan? Oh nee, de verkeerde kant op. Wat gaan we vandaag doen? We gaan twee dingen doen. De tweede is eigenlijk een brainstorm over de plan van de aanpak. Dat is eigenlijk waar jij net naar vraagt. Van oké, maar we hebben nu die mooie standaard. Maar hoe gaan we dan zorgen dat die gegevens ook daadwerkelijk op die server komen? Dus afspraken, hoe gaan we ze, wat voor proces gaan we doen? Hoe kunnen we ze stimuleren, verleiden? En daarin moeten we echt als community of practice van elkaar gaan leren. Dus daar is een aparte sessie over. Ongeveer 20 minuutjes dat we gaan brainstormen. Om tot een plan van aanpak te komen. Terug. En het tweede wat we gaan doen, dat is dan eigenlijk het eerste, is dat we gaan controleren. Want die GWSW kent alle standaard, is er. Krijgen jullie de kans om daar nog kritiek op te leveren of feedback, zoals dat tegenwoordig heet. En dat kan dan verwerkt worden. Dus ik wil vandaag gewoon dat we alvast even een keertje goed kijken naar die GWSW-kentallen. Zodat jullie niet meer zo'n drempel hebben om een keer kritisch naar te kijken en feedback te geven aan RioNet. Om die kentallen misschien nog aan te passen, want die kans is er nog. Maar daarna wordt die vastgezet. Dat gaan we vandaag doen. Ziet er ongeveer zo uit. Hierna neemt Jordi hem over. En daarna gaan we dus naar een werksessie van hoe kunnen we die kentallen, hoe sluit het aan op jouw prognose toe. En vervolgens, hoe vullen we GWSW kentallen met die brainstorm. En dan doen we nog een kleine afsluiting van wat we hebben allemaal geleerd. Dat is het idee voor vandaag. Ja, pak jij deze alvast alsjeblieft. Ja. Zou het je zijn? Ja hoor, raak me maar aan. Er zijn genoeg getuigen bij. Pak je een beetje uit. Ja, dat is de cursus van damesboeken. En daar kan heel veel in. Yes. Ook het geluid is weer goed. Yes. Oké, top. Samen met Guido en met de werkgroep heb ik namens Stichting RioNet GWSW kentallen ontwikkeld. En mag ik vandaag iets vertellen daarover. Ik had een afstandsbediening en daar zit een knop op. Guido heeft al een heel klein beetje verteld wat de bedoeling is van GWSW kentallen. Jullie zijn bekend met afvalwaterprognoses en afvalwaterprognoses. De gegevens die daarvoor nodig zijn, zijn uit te splitsen in kentallen en in afvoerrelaties. En wat we net ook al zagen, is dat een deel van die data aanwezig is bij gemeentes. Een deel bij jullie in beheer is, maar vaak ook nog bij verschillende gemeentes. Ook nog in verschillende formaten. En het GWSW, het gegevenswoordenboek Stedelijk Water, is geschikt om statische gegevens uit te wisselen. Specifiek voor stedelijk water. Nou, gemeentes... werken veel al met gegevenswoordenboek Stedelijk Water is ook al een term. Ik hoor ook al dat er weerstand kan zijn tegen het gegevenswoordenboek Stedelijk Water. Het is in die zin wel een verplichte datastandaard, een pas toe of leg uit standaard. Dus dat zou een hele slechte reden zijn om toch te zeggen van jongens, jullie moeten aansluiten. Maar vooral het verhaal vanuit ook jullie, de waterschappen, richting de gemeentes. Samen komen hiermee verder. Samen zijn we straks minder tijd kwijt aan die gegevens op en neer. Ja, pingpongelerij of het gedoe daaromtrent. Dus daarom ook het GWSW ten behoeve van afvalwaterprognoses.
Nou, GWSW Kental is specifiek een datamodel binnen het GWSW, specifiek gericht op afvalwaterprognoses. In het filmpje wat jullie zagen werd ook al getipt aan, oké, er is al een datamodel voor reiniging en inspectie. Er is ook al een datamodel voor alle normale, het basisgebeuren, de minimale dataset zoals putten en leidingen. Inmiddels is daar ook GWSW Heat bijgekomen, dat is het uiterste formaat voor berekeningen. Gemalen werd al genoemd, maatregelen werd al genoemd. Dat zijn nog steeds trajecten waar we als RioNet in zitten. En Kentallen is denk ik in die zin, hij was nog niet in het filmpje. Dat was omdat het toen nog niet de bedoeling was of niet als doel was gesteld bij RioNet. Maar samen met jullie hebben we een hele snelle inhaalslag gemaakt, waardoor we zo een aantal projecten zijn voorbijgestoven. Geeft denk ik ook aan wat dat het de nut en de noodzaak ook wel zeker duidelijk is vanuit jullie. GWSW is ontwikkeld door RioNet, wordt ook beheerd onder de vlag van RioNet. Maar we zijn natuurlijk wel graag op zoek naar samenwerking. Dus ik denk dat dit een hele mooie is om samen met STOA het GWSW wat verder te brengen. En ook de toepassingen daarmee te bereiken. Heel kort, hoe zit dat GWSW Kentallen nu in elkaar? Ik noemde net al de relatie tussen afvoerpunten en afvoerrelaties. Nou, de afvoerpunten staan hier als zwarte puntjes weergegeven. Tussen de verschillende puntjes hebben we de afvoerrelaties. Wat je ziet, het is ook een topologisch netwerk. Wellicht ook bekend vanuit jullie blokkenschema's. En aan de hand van zo'n structuur, dus afvoerpunten en afvoerrelaties, hebben we het datamodel opgebouwd. Het gaat voor nu even te ver om dat helemaal uit te leggen. Ik zal ook straks verwijzen naar waar dat precies staat. Maar dit is eigenlijk de kapstok waarop GWSW Kentallen is gebouwd. Dus afvoerpunten vanuit gebieden, vanuit fysieke objecten, afvoerrelaties naar andere gebieden of andere fysieke objecten. En uiteindelijk het afleveringspunt, bij jullie bekend als de RWZI over het algemeen. Nou, per relatie en per punt hebben we daar specifieke kenmerken aan toebedeeld. Binnen GWSW Kentallen, wat nu ook in concept is, hebben we daar een shortlist van dit denken wij dat de kenmerken moeten zijn. Dat is gebaseerd op basis van de werkgroep overleggen. Maar dat is ook vooral vandaag aan jullie de vraag, jongens. Zijn dit nu de kenmerken? Missen we hier nog iets? Wat is voor jou echt belangrijk? Om daar dan nog het model op aan te passen voordat het wordt bevroren voor de komende paar jaar. Maar ik noemde net al, het topologisch netwerk. Op het moment dat je het aan rioolgebieden koppelt, dan heb je daar ook een geografisch netwerk voor mogelijk. Dus zo kan het bij jullie ook weergegeven worden. Ik zei net van, het is te kort tijd om heel dat GWSW Kentallen letterlijk uit te leggen. Ik wil jullie graag ook verwijzen naar deze site, data.gwsw.nl. Momenteel zitten we in GWSW's versie 1.5. En het rode blokje wat mooi rood omcirkeld is, als je daarop klikt, kom je bij een pagina waarin heel Kentallen in de huidige vorm wordt uitgelegd. Mochten daar dus vragen over zijn, neem gerust contact op met mij of met Stichting RioNet direct via gwsw.rionet.org.net. Staat onderaan de pagina daar. Maar met die uitleg zou het helder moeten zijn wat bedoeld wordt met zo'n afvoernetwerk en met welke kenmerken we nu in het concept rekening houden. Nou, dat containertje, die cilinder, heeft Guido net al een klein beetje laten zien. Nou, hoe werkt GWSW? GWSW bestaat uit een heleboel van dit soort kleine containertjes. Voor elke organisatie hebben we er eentje gemaakt. En containertjes zijn eigenlijk gevuld met stellingkasten. Denk aan bol.com of een andere logistieke grootheid in Nederland. Elke stellingkast heeft allemaal vakjes. En zo'n logistiek centrum werkt heel effectief op het moment als de juiste zaken bij elkaar zitten. Nou, het datamodel en de uitwisselarchitectuur van GWSW is juist daarop gericht om voor elke organisatie in Nederland, die bezig is met stedelijk water uiteraard, om zo'n containertje in te richten om op een hele efficiënte manier en op een hele logische manier de gegevens te kunnen ontsluiten en ook te kunnen opslaan. Houd het plaatje even in gedachten. Het geldt dus niet alleen voor GWSW Kentallen, maar voor alle informatie omtrent stedelijk water. Nou, hoe gaat dat dan in zijn werk? Die uitwisselstructuur via de GWSW-server. Nou, hier aan de linkerkant zien we de beheerapplicaties. De beheerapplicaties bij de gemeentes, bij de waterschappen. Dan moet dat op een of andere manier naar de GWSW-server komen. Op de GWSW-server wordt een dansje gedaan, wordt leuk geschud en combineren we die data.
En aan de andere kant moet het dan weer worden opgevraagd voor de toepassing waarvoor het gebruikt is. Dus in dit geval is dat voor het maken van afvalwaterprognoses. Maar op de GWC-server kan ook informatie opgevraagd worden in verschillende GIS-visualisaties, ten behoeve van reiniging en inspectie, ten behoeve van hydraulisch modelleren. De GWC-server, dat grijze blok in het midden, dat is hetgeen waar Stichting Rionet zich mee bezighoudt en de kartrekker in is. Nou, hoe gebeurt dat dan, hè? We hebben aan de linkerkant die gemeentes en die waterschappen met de beheerpakket. En dan moeten die gegevens worden geüpload naar de GWC-server. In allemaal aparte containertjes per organisatie. Dus ik heb hier even gemeente X, waterschap Y. Nou, je bedenkt je eigen naam er maar bij. En daar per containertje, elk containertje moet gevuld worden met die data. Nou, net werd al gezegd, de informatie vanuit de waterschappen komen via dat gegevensknooppunt waterschappen naar voren. En de informatie van de gemeentes komen via de OroX naar voren, of op de dataset. Dan zal ik heel even uitleggen hoe dat bij jullie gemeentes dan in zijn werk gaat, want ik denk dat dat voor velen onbekende informatie is. Ik ga even terug. Nou, wat ik verder nog wil laten zien is, de GWC-server bestaat uit een applicatiedeel, GWC-apps, en een datadeel. En die GWC-apps, dat is letterlijk weer een website. En jullie kennen dat ook van de Belastingdienst. Vroeger had je zo'n floppy en misschien daarvoor nog hele grote formulieren. Tegenwoordig is het een website waar je belastingaangifte doet. Nou, leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker, dacht Rionet. Dat doen wij ook. Via apps.gwsw.nl kom je op deze site. En het enige wat je moet hebben is een database of dat containertje van je organisatie. Die kan je aanvragen, die kan de gemeente aanvragen bij Stichting Rionet. En dan heb je de naam van de dataset. Vervolgens kies je het OroX-bestand. En het OroX-bestand is een uitwisselformaat wat uit de meeste beheerpakketten die in gebruik zijn in Nederland bij de gemeentes eruit kan komen. En dan op het knopje upload en dan gaat hij naar de GWC-server. Maar klinkt makkelijk, toch? Ja, oké. Okay. Dan ga ik even verwijzen naar de plaatjes, de icoontjes die ik daar voor mezelf heb bijgezet. Even een specialist. De handeling zelf kan iedereen ongeveer. Maar het is juist de bedoeling dat je wel even met verstand, hè, met de export vanuit beheerpakket naar zo'n OroX en ook met die upload, wil je zeker weten dat alles meekomt. GWSW is behoorlijk nieuw. Voor de leveranciers van beheerpakketten is dat ook. Ook voor de databeheerders bij de gemeente dus. Die export-import functionaliteiten zijn nog niet vlekkeloos. Ook hoe je gegevens opslaat in je data of in je beheerpakket is nog niet overal even netjes. Dat is niet erg, want ja, we kunnen blijven wachten tot het perfect raakt. Nou, ik weet niet hoe lang iedereen al binnen het stedelijk waterbeheer werkt, maar het zal nooit perfect worden. Maar laten we in ieder geval roeien met de riemen die we hebben. En we hebben al best veel wel goed beschikbaar. Maar zo'n specialist hebben we dan wel nodig om in ieder geval te zorgen dat we weten waar de haken en ogen aan die data upload zitten. Nou, daarnaast is het letterlijk een kopie van het beheerpakket naar de dataset, hè, in de beste situatie. Maar het blijft een kopie. Dus als het getalletje in de data of in het beheerpakket gek is, ja, GWSW gaat daar niet bedenken wat het dan wel zou moeten zijn. Dus als je 4000, terwijl je een rond 400 diameter bedoelt, ja, dat gaat hij niet bedenken. En dat laatste tekenje was inderdaad die link van met het omzetten van die data van beheerpakket naar OroX en van OroX naar GWSW. Dat gaat nog niet vlekkeloos, dus ook daar is nog wel aandacht nodig. Vandaar dat we vanuit Rionet ook specifieke mensen opleiden binnen zo'n GWSW Masterclass om als GWSW-adviseur gemeentes en waterschappen daarin te helpen. Dus meer informatie kan er ook gevonden worden. Maar op zich, hè, kind kan de was doen, dataset uploaden en het staat op de server. Ja, er bestaat iets van een nulmeting. En dat is een controle op de dataset die erop zit. Dus de upload zelf, ja, daarvan zit er wel wat controleslagen op van wat er meekomt en wat niet. Maar er kan in de stappen daarvoor ook al een hoop zijn kwijtgeraakt. Dus de omzetting vanuit beheerpakket naar OroX, ja, wat daar verloren wordt. Heeft een leverancier van beheerpakketten, heeft hij de juiste interpretatie van het GWSW op een bepaalde object? Dus daar zitten gewoon nog kinderziektes in. Dat is goed om te beseffen, vind ik.
aan zich niet per se een reden om te wachten ermee. Omdat je, ja, je moet ermee aan de slag gaan om te weten waar voor jouw set de problemen zitten. Maar ook om te zien waar de kansen zitten. Jan. Ja. Ja. Nee, wil je kort de vraag herhalen, dan kunnen ze het. Ja, is goed. Jan Wisse, Valleien en Veluwe uit mijn hoofd, goed onthouden. Gaf aan binnen de gemeentes in zijn beheerpakket of in zijn beheergebied hebben ze aangeprobeerd te sluiten bij GWSW. Maar niet elk beheerpakket wat in gebruik is bij de gemeentes heeft de juiste ORX-export of überhaupt de knop om te exporteren. En de vraag was, of Stichting Reunet daarin een sterke lobby heeft, een pushende factor heeft. Klopt, ja. Reunet is hard bezig om de leveranciers van beheerpakketten daarop te motiveren, ook op aan te spreken. Elk jaar proberen we ook een applicatietoetsing uit te voeren op beheerpakketten. Nou, wat is de kwaliteit? Zijn jullie al aangesloten op de GWSW-versie? Wat we in de praktijk wel vaak zien, ook als reactie terugkrijgen, is dat de meeste beheerpakketten een integraal pakket zijn. Observe is misschien een goed voorbeeld. Dat is niet alleen voor riolering, maar voor de hele openbare ruimte. Nou, zij zitten ook met een beperkt ontwikkelbudget. En het kan dus soms zijn dat bepaalde andere domeinen, zijnde niet stedelijk waterriolering, een hogere prioriteit hebben in het ontwikkelpad. Dus de wil is er zeker bij de beheerpakketten, maar gewoon de voortgang of de prioriteit in het ontwikkelpad is daar soms wat lager. Wat ook interessant in die context is, momenteel is Reunet ook bezig met het ontwikkelen van Boreus. En dat is een GWSW Plus eigenlijk, waarin alles voor de openbare ruimte meegenomen wordt. En dan heeft Reunet samen met CROW wat meer slagkracht om de zaken aan te pakken. Is dat daarmee? Oké. Ja, ik had nog een vraag. Hoeveel voorbewerking moeten de gemeenten doen voordat ze die export kunnen maken? Want in het filmpje werd heel mooi laten zien. Je had putten, inspectieput, manhole, man gehad. Moeten ze dat dan echt nog eerst naar de GWSW standaard omzetten voordat ze dan die export kunnen maken? Of kunnen ze direct vanuit hun beheerpakket die export maken en wordt dat dan daarna? Het kan beide. Je kan aan de voorkant heel veel energie gaan steken in het op orde brengen van je data, voordat je op de exportknop drukt. Je zou het ook als een meer iteratief proces kunnen zien, waarbij je wel die knop gebruikt. En de meeste beheerpakketten hebben echt wel die ORX exportknop. Dat je daarop drukt, heb je een TTL bestand, noemen ze. En die upload je dan. En dan laat je een GWSW-adviseur een nulmeting uitvoeren. En op basis van een nulmeting, daar wordt getoetst op volledigheid, plausibiliteit en of het conform is zo'n GWSW-standaard. En daaruit komt een rapportage naar voren, waarin ook heel concreet adviezen worden gegeven. Zo is er soms een typologie die net niet diep genoeg is uitgesplitst. Ja, dan kan je aan de voorkant heel veel energie erin steken, maar is dat dan echt nodig of moet je dan naderhand nog een keer? Dus vandaar dat ik als advies zou willen geven, ga vooral één keer even die export of upload doen, een nulmeting. En ga met dat advies van die GWSW-adviseur aan de slag om je data dan weer in het beheerpakket te verbeteren. En dat advies is dan voornamelijk dus van deze datapunten die ze, of zou je dan moeten aanpassen aan de standaard, omdat ze nu niet overgenomen kunnen worden? Ja, dat is een onderdeel van het advies. Een ander onderdeel is van bijvoorbeeld gecompartimenteerde putten of andere complexe objecten. Die zijn vaak niet goed geschematiseerd of opgenomen in het beheerpakket. Of helemaal niet opgenomen. Gemeentes hebben vaak ook een apart pakket voor gemalen of een aparte Excel voor overstorten. Daar zou ook een verbeterslag in komen. Dus het is wel een onderdeel van van de beheertaken van een gemeentelijke rioolbeheerder om die data op orde te brengen. Alleen in de praktijk zien we ook dat en de affiniteit en de kennis en de letterlijke tijdbeschikbaarheid daarin heel beperkt is. En daarvan zeggen wij, huur in ieder geval dan vanuit Reunet een adviseur in die je kan helpen met dat GWSW-deel. Dan ga je in ieder geval de juiste richting uit. Okay, dankjewel. Misschien even wachten op de microfoon, anders kan ik weer. Ja, wat ik ook hoorde in die ronde is dat ook voor de klikmelding ook GWSW wordt gevraagd. En daar zit natuurlijk wel ook, moet zeggen, gelijk verantwoordelijkheid aan. Dus dat is nog een tweede drijfveer eigenlijk om met dat GWSW aan de gang te gaan. Klopt dat ook dat verhaal? Ja, sowieso hebben gemeentes hebben de pas toegelegde uitstandaard voor GWSW.
Daarnaast is er ook een Europese richtlijn, de Inspire-richtlijn, om de data zoveel mogelijk publiek toegankelijk te maken. Het voordeel is als je de data via GWSW, of in ieder geval op de GWSW-server zet, kan je met een vinkje, en dat is eigenlijk, ik doe het zo, maar het is letterlijk een vinkje op de GWSW-server, de data ontsluiten naar PDOK, waarmee je ook meteen voldoet aan allerlei richtlijnen die daar zijn. En dan de klikmelding sluit daar ook weer op aan natuurlijk. Ja, er is soms wat huivering hè, om inderdaad eerst die kwaliteit op orde te brengen en dan pas te publiceren. Terwijl ik dus begreep dat je via de klikmelding eigenlijk een andere route hebt waarbij je direct eigenlijk openbaar stelt. En daar wij spreken ook risico mee loopt als dat niet klopt. Maar ik vroeg me af of dat inderdaad ook zo is. Ja, en wat is het risico? Kijk, het zal ook nooit kloppen in je beheerpakket. Dus op het moment als een gemeente een WOP-verzoek krijgt, zullen zij ook een export moeten leveren van het beheerpakket bewijs van. En dan zullen ze ook zien dat er een hoop revisies achter liggen. En iedereen doet zijn best. En ik denk dat het juist een taak is om te laten zien wat je al wel kan met de data. Dan in plaats van te zeggen, maar ik snap de angst ook wel zeker. Want zometeen word ik afgerekend op iets wat ik had moeten doen en nog niet heb gedaan. Maar dat is ook wel iets wat je als waterschap mee kan nemen in het proces van wat zijn de angsten, wat zijn de spanningen die leven bij mijn gemeentes en hoe kan ik daar vanuit het waterschap, hoe kunnen we daar gezamenlijk mee omgaan? Precies, naar aanleiding van de vraag ook daarnet, als je toch al richting klik moet melden en je ligging van je regulering in ieder geval op orde moet zijn, moet je er sowieso mee aan de slag. Dus dat argument vervalt dan. Precies. Is het zo dat wij als waterschappen niks hoeven te doen? Gaat ons linkje automatisch? Want dat gaat weer tot knooppunt. Ja, dat weet ik niet. Is jouw set helemaal perfect? Damo, AWK, proof? Ik hoor van wel. Ja, dan hoef je niks meer te doen. Nee, Mark, misschien dat jij er iets over kan zeggen. Het gaat niet automatisch, want wij moeten als waterschappen ons transportsysteem in het Damo AWK format krijgen. En dan wordt het via de CDL-connector, heet het dan. Tegenwoordig heet het KW-connector automatisch in de GWSW gezet. En dat klinkt alsof het automatisch gaat, maar dat is niet zo, want je moet wel de juiste velden gevuld hebben, de juiste objecten hebben aangegeven. En dan gaat het erin. En of het dan helemaal conform GWSW-kental is. Nee, nog niet. Dat is ook een toets die nog wordt uitgevoerd door Marianne en Marco van Duop. Dus in principe gaat het... Die routes zijn wel ermee bezig, ook met afvalwaters. Ja, misschien dan praktisch, want je liet net zien een mooie website waar dus blijkbaar de gemeentes kunnen uploaden. Ja. Maar hoe doen wij dat als waterschappen dan? Ja, misschien vraag ik... Ja, dat is via de Damo AWK. Ja, maar dan moet ik dus ook... Maar eigenlijk, jullie hebben dezelfde opgave als gemeentes. Je moet zorgen dat je data die je in Damo AWK hebt, dat alle velden op een juiste manier gevuld zijn. En, ja. Ja, want ik wilde daar even op aanvullen. Ik ben zelf lid van van de gebruiksgroep AWK. En daar komen dus alle wijzigingen binnen van eigenlijk alle waterschappen die dus met de data bezig zijn en dingen nog missen. Dat systeem wat Jordi net uitlegde met dat netwerk, dat moet in Damo AWK ook nog gedaan worden. Om dat dus op die manier vorm te geven zodat het aan elkaar geknoopt kan worden. Daar zijn we op dit moment mee bezig. Om dat dus voor elkaar te krijgen. En daarnaast ook het stukje wat je zegt van die data vanuit een gemeente via dan zo'n website. En kijken van hoe is die data compleet? Klopt dat allemaal? Ook dat is iets wat niet alleen voor de gemeente geldt, maar ook voor ons als waterschappen. Wij zullen ook moeten zorgen en moeten controleren van de gegevens die wij dus in ons beheerpakket hebben zitten. Komen die goed via het gegevensknooppunt water op de GWSW-server CQ PDOC? Ja, precies. En
ik moet eerlijk zeggen, wij zijn als, en dan spreek ik even als werknemer bij Waterschap Hollandse Delta. Wij zijn net 2 weken zover dat we data kunnen leveren via het nieuwste DAMO AVK-model. En nou blijkt ook dus dat ongeveer 50% van de data die wij in het systeem hebben zitten gewoon niet doorkomt, omdat er dus fouten ergens in zitten. Dus we zijn hard bezig om dat wel voor elkaar te krijgen, maar ook wij zijn dus druk bezig om dat eerste stukje voor elkaar te krijgen. En dat gaat tijd en daar gaat tijd en energie in zitten voor iedereen. Krijgt, dan ga je het door met je presentatie. Maar... Ja, ik denk dat, dat dit vooral het doel is. Om het helemaal goed te krijgen. Ja, ik heb ook bij ons waterschap gevraagd hoe de stand was. En toen gepraat over DAMO. Dus, ja, maar we zijn geen DAMO waterschap. Wij zijn van GeoNIS. En, dus, maar, ja, en daardoor maken we geen gebruik van DAMO. Is het ook een andere manier van data aanleveren? Mark? Als ik heel kort door de bocht ben, zeg ik nee. En dat is omdat alle waterschappen hebben zich geconformeerd aan het DAMO-model. Kijk, er zijn 2 verschillen. Je kan je conformeren aan het datamodel en je kan ook fysiek je eigen database, je geodatabase zo inrichten dat die 1-op-1 overeenkomt met DAMO. Dat hoeft niet iedereen. Er zijn een aantal waterschappen die hebben DAMO fysiek. En dan heb je direct ook het model van DAMO echt in huis. Of in je, dat hoeft niet. Maar het is wel zo dat als je dat dus zelf niet doet en je bent bijvoorbeeld een GeoNIS waterschap, dan ben je verplicht om hetgene wat je in je GeoNIS database hebt staan, wel aan te leveren via het gegevensknooppunt water volgens de DAMO-standaard. Dus dat betekent dat je zelf er verantwoordelijk voor bent dat je het vertaalt naar DAMO. En het dus ook aanlevert bij het GWK. Dus dat zal je dus als, dat is dan de extra stap die je als waterschap moet doen om het dus aan te kunnen leveren. En, degene die dus geen fysiek hebben, ja, die hebben er dus voor gekozen om die stap extra te pakken. Dat is. Ik heb nog wel wat opmerkingen over de standaard ook. En die ga ik ook zeker nog in oktober melden. Maar in eerste instantie is het puur gewoon ook gistechnisch dat er bij ons in het systeem er anders in zit, wat dus niet geaccepteerd wordt door het gegevensknooppunt water. En dat heeft dan, dat is puur gistechnisch, dat bijvoorbeeld een persleiding net op een andere manier getekend is, waardoor die niet technisch geaccepteerd wordt door het gegevensknooppunt water. En dat betekent dus dat we dus gewoon dat onze GIS-medewerkers gewoon werk hebben om het dus wel zo in het systeem te zetten, zodat wel doorgezet wordt. En het gaat bij jou, zeg maar, het grootste aandeel aan werk is dan ook vanuit jullie eigen registratie tot en met gegevensknooppunt waterschappen. Ja. En vanaf daar, weliswaar bezwaar op een onderdeel van GWS herkent al, dat weten we. Maar als hier, totdat het in die containertjes zit, dat is de grootste uitdaging voor zowel de gemeentes als voor het waterschap. Ja. Om dat goed te krijgen, dat is eigenlijk los van het datamodel GWS herkent al in die zin. En even voor mensen die dus, wij hebben er nu een 4-5 maanden over gedaan om de upgrade te maken van DAMO 1.5. Naar, wat is het nu, 2, hij zit volgens mij al hoger. Nee, dat is heel DAMO breed. Maar daar zit dus DAMO AVK, is daar onderdeel van. Dus maar dat ook zo'n upgrade heeft nog, ook dan gaan er wat dingen lopen. Ja, Roel? Nou, ja,
denk dat die vraag ook aan Mark is. Jij gaf aan, toen dit startte, waren we bang dat de impact van GBSW Kentallen op DAMO heel groot zou zijn. Jij gaf net aan, we zijn nu bezig om DAMO aan te passen aan GBSW Kentallen. Hoe groot is die impact? Kun je daar iets over zeggen? Ja, ik kan er wel iets over zeggen, maar dat wordt redelijk algemeen. In de zin van, het punt is namelijk, want we hebben een eerste inventarisatie gedaan van, joh, wat is de impact van als wij dus, want, dan moet ik het een beetje gaan schetsen. Nu is het zo, in DAMO AWK hebben we relaties zitten. Bijvoorbeeld, je kan een rioleringsgebied of aan een persleiding koppelen of aan een gemaal koppelen. En die kan je weer aan een persleiding koppelen. Dus nu hebben we eigenlijk de objecten zelf koppelen we aan elkaar. En dat dus je hebt, maar wat je dadelijk gaat doen, wat we gaan doen, is we gaan dus die knooppunten en die relaties, die dus nu ook, waar Jordi het net over had, die gaan we lostrekken van de objecten zelf. Dus er komt een laag boven. Dus je hebt de losse objecten. En daarboven, nou, dus wat eigenlijk wat je dan moet doen in het model, dus in DAMO AWK, is dus de afvoerpunten en de afvoerrelaties apart definiëren. En eventueel data zorgen dat je dus die koppelingen kan maken. En dat is op zich datamodel technisch niet ingewikkeld. Alleen, dat betekent dus wel dat op het moment dat je dus de nieuwe upgrade krijgt, dat de databeheerders wel de inhoud erin moeten zetten. En dat er dus dat betekent dus dat het datamodel zelf is niet zo ingewikkeld. Het werk wat eruit volgt, als je dat dus niet kan standaardiseren of kan automatiseren, ja, dan gaat er wel weer wat werk in zitten om het weer helemaal voor elkaar te krijgen. Kun je collega's van Rijnland met een big smile hierop reageren? Ja, ik zat te genieten van Mark, hoe die dat allemaal zat uit te leggen. En lekker in de techniek. En, ja. Zonder plaatjes ook. Ja. Ja, precies. We pakken een flip over, mag je tekenen. Ik zal heel even doorgaan. Met name die uitdagingen waar we met z'n allen over hebben gesproken gaat. Hoe krijg je de data in die GWSW-server? Nou, wat gebeurt er dan op die GWSW-server? Die kan juist al die informatie uit die verschillende organisaties koppelen binnen een afvoernetwerk. In Nederland zijn natuurlijk de zuiveringskringen bekend. Op de GWSW-server hebben we daar ook groeperingen van gemaakt. De zuiveringskring X, daar zitten die en die gemeente en dat waterschap. Dus die datasets worden op zuiveringskringniveau automatisch aan elkaar geknoopt op die GWSW-server. Nou, hoe gebeurt dat dan? Ook weer hier gaan we naar die apps-site. En dan kies je bij de selectievorm voor afvoernetwerken. Hè? Want ik zei, per organisatie hebben we zo'n blauw containertje. Maar eigenlijk wil ik nu, als ik de gegevens ga opvragen, vanuit die verschillende containertjes wat hebben. Ik wil namelijk de containertjes die aangesloten zijn op mijn zuivering. En dat noemen we dan een afvoernetwerk. En dan krijg je bij vakje 2 een lijst met alle beschikbare zuiveringskringen van Nederland. En dan klik je op 3. En dan heb je die dataset ingelezen aan de achterkant op de GWSW-server. Op het moment als die dataset nog niet gevuld zijn, want er is nog geen afvoernetwerk gedefinieerd, dan zal er ook niks naar voren komen. Dus het is wel van belang om in ieder geval op die GWSW-server die afvoernetwerk te hebben. Dat is ook de situatie die Mark net schetste. Maar dat hebben we dus ook als RioNet nieuw gemaakt op die site, zodat je een dataset kan voorselecteren op zuiveringskringniveau. Hoeft niet alleen nuttig te zijn voor de afvalwaterprognoses, kan ook zomaar voor iets anders nuttig zijn. En als je dan de informatie wil opvragen, hè, want daarvoor zijn we, uiteindelijk moet die export weer van die GWSW-server af, dan wordt hier automatisch al die dataset ingevuld die ik in het vorige drop-down menu van de zuiveringskring heb geselecteerd. Nou, in dit geval was het Dinteloord, want dat stond lekker bovenaan. En dan kan je kiezen uit geothema's. Nou, specifiek voor GWSW-kentallen heeft RioNet het geothema kentallen toegevoegd aan de lijst. Je kan allerlei type visualisaties op de data geven. Specifiek voor kentallen is dit dan ontwikkeld. Zit bij 2 uit het drop-down menu, kies je dan kentallen. En dan bij 3 kan je het geobestand downloaden. Dat kan in GeoPackage, een vrij gestandardiseerd GIS-bestand.
een GML, dat is wat meer voor de 3D-omgeving. Of je kan hem als WFS aanroep krijgen. Een WFS aanroep kan de gemiddelde GIS gebruiker gevoelsmatig als een shapefile openen op, in je GIS omgeving. Dus op zo'n manier kan je dan de data die uit de GWSW, of die op de GWSW server staat, ontsluiten in je GIS applicatie. Dus per zuiveringskring die WFS aanroep bijvoorbeeld, en die kan je dan gebruiken in je applicatie die je gebruikt voor je afvalwaterprognoses. Nou, hoe gebruik je dan zo'n WFS? Ik heb hier een hele tabel gemaakt. Is ook weer op die ene website te vinden waar ik aan het begin aan refereerde. Dit zijn alle velden die wij in ieder geval nu in het conceptmodel GWSW Kentallen hebben gezet. Het kenmerk met een definitie erachter. Sommige definities stonden al in het GWSW, andere zijn nieuw toegevoegd. Speciaal voor de toepassing Kentallen. Dus voor afvoerpuntgebied zijn dit de kenmerken. En voor die afvoerrelaties, dus die verbindingen tussen die gebieden, hebben we natuurlijk de situatie in onder DWA-condities nodig en in HWA-condities. Wat heb ik vervolgens gedaan tijdens ook die toetsnemen of proefnemingen die we met de werkgroep hebben gedaan? Ik heb al deze velden proberen te matchen met bijvoorbeeld de set die ik van Mark had gekregen. Hij is een beetje wazig, dat weet ik. Het is een plaatje van de poster volgens mij. Maar specifiek dat rode blok, daar ga ik even op inzoomen. Dit zijn namelijk de informatiebronnen die nodig zijn voor het maken van die afvalwaterprognoses. Dus die bullets aan de linkerkant, daar heb ik een vinkje bij gezet van ja, dat zit erin. Daar heb ik een kruispijltjes, ik ben de legenda vergeten, dus dat is niet heel handig. Maar die gekruiste pijltjes bij liggend gebied, ja, die kunnen we automatisch meegeven. Want op het moment als het rioleringsgebied op de GWSW-server staat en je hebt daarvan gezegd dit is een afvoerpunt, dan komt die automatisch mee. Dus die kan automatisch mee worden gegeven. Er is één element, het afgekoppeld vaartoppervlak, wat wel in het lijstje van Mark stond, wat niet wordt geregistreerd op de GWSW-server voor Kentallen. En dat is afgekoppeld vaartoppervlak. Even Mark nagebeld, waarom hebben jullie dat veld eigenlijk nodig? Want ja, alleen afvoerend oppervlak is toch relevant voor prognoses. Ja, dat had verband met de datering van BRP's, die vaak een x-aantal jaren oud zijn. Toen is dat vaartoppervlak bepaald, de afgelopen 4, 5, 6 jaar zoveel afgekoppeld. Zoveel hectare, min zoveel hectare afgekoppeld, is eigenlijk mijn effectieve afvoerend oppervlak. Nou, het boodschap van Rionet is, zorg nou dat actuele informatie op die GWSW-server staat. Dan ga niet allerlei kunstgrepen toepassen om die getallen toe te passen. Dus vandaar dat daar een kruisje staat. Nou, dan zie je die stappen. Het enige wat dan nog verder ontbreekt is die prognosecijfers. We hebben binnen Rionet specifiek voor GWSW ervoor gekozen om alleen die actuele stand van zaken. Dus allerlei toekomstscenario's, varianten en dergelijke worden niet opgeslagen binnen de GWSW-server. Dus ook die getallen van prognoses zal je op een andere manier nog moeten meegeven om uiteindelijk tot je scenario's van de komende 15, 20 jaar te komen. De RSS-situatie staat er wel op. Microfoon, denk ik. Ja. Dat, Dus dit is eigenlijk een voorbeeld van de mapping tussen de WFS met de manier die Hollandse Delta doet. Ik haak af als Mark aan het woord is over die hele technische... als het heel technisch wordt. Maar wat jij nu zegt, hè, dat afgekoppeld verhard oppervlak, dat komt vanuit de PEP. Dat doen gemeenten. Nee, ik stelde aan Mark de vraag, waarom hebben jullie afgekoppeld vaartoppervlak in het lijstje, want dat heb je toch helemaal niet nodig voor die prognoses. Misschien wel voor andere zaken, maar niet voor prognoses. En hij had dat overzicht nodig, omdat een BRP vaak bijvoorbeeld 5-10 jaar oud is. En alles wat er sindsdien is afgekoppeld, gaat dus van het afvoerend oppervlak. Dus om het actuele afvoerende oppervlak in beeld te krijgen, pakte hij het oude BRP-getal min alles wat sindsdien is afgekoppeld. En dat is mijn huidige afvoerend oppervlak. Daarvoor deed hij dat. Ja, dat snap ik. En dan geef jij erachteraan, zorg ervoor dat je gegevens actueel houdt. Dat je in ieder geval op die GWSW-server de meest actuele gegevens zet. Dus ja, wie moet dat dan een oproep zijn? Gemeentes en waterschap. Ja, maar de waterschappen koppelen niet af. Nee, klopt inderdaad. Maar
gezamenlijk ben je geïnteresseerd aan het verhard oppervlak. Dus de vastlegging van het verhard oppervlak ligt natuurlijk in de dataset van gemeentes. Het gebeurt dus blijkbaar niet, want daarom gebruikt Mark dus die systematiek. Omdat het dus niet wordt bijgehouden. En dan kan je wel heel hard zeggen van, ja, maar dat doen we niet. Want je wil zo'n verhard oppervlakte, je wil alleen maar wat je hebt. Ja. Maar tot die tijd dat het niet wordt bijgehouden, zul je toch iets moeten doen. Nee, precies. Maar dat is, zeg maar, als je kijkt naar wat wil je met een datamodel en een data-architectuur, dan wil je met name toe naar de huidige situatie. En op het moment dat dat dus vraagt om daarop nog een handmatige correctie te doen, wat nu ook al wordt gedaan, dan vinden wij niet dat dat een plaats moet hebben binnen een GWSW-kentallen, maar op een andere plek. En dat kan zijn bij de gemeentes, dat kan zijn in een soort schaduwboekhouding bij het waterschap, die dan inderdaad die getallen van de gemeentes corrigeren. Maar het afvoerend oppervlak, zeg maar, moet zo actueel mogelijk je prognose in. Dat is de bedoeling. En idealiter zou je dat aan de voorkant bij de gemeente neerleggen. In de praktijk gebeurt dat niet. En dan is wel de vraag, moet je daar een informatiearchitectuur op afstemmen, op alle houten? Of is dat eigenlijk achter de feiten aanlopen en zeggen, nou ja, er zijn allerlei faciliteiten en met de toekomst kan het goed. Je kan het wel vastleggen, hè, maar er zijn andere plekken om hard oppervlak vast te leggen. Dat ben ik met je eens, alleen het gebeurt nu niet. Dus moet je dus volgens mij een architectuur vastleggen met in je achterhoofd. Dat wil je eigenlijk niet en ik ga hier een actiepunt op zetten. Want nu geef je aan, dan moet het waterschap maar een schaduwboekhouding gaan bijhouden. Ja, dan ben je volgens mij helemaal verkeerd bezig. Nee, klopt, maar daar zit dus wel een afweging in, zeg maar. Dat gebeurt nu ook, zeg maar. Dus het is een beetje, voordat je namelijk straks afvoerend op... Nee. Ja, nee, dat klopt. Maar daar, als je kijkt naar data gedreven werken, kan het ook een risico zijn dat inmiddels het verhard oppervlak in het beheerpakket is aangepast. Het afgekoppeld oppervlak niet. En dat je nogmaals het afgekoppeld oppervlak... En die datafouten wil je voorkomen met een, ja, zeg maar een datamodel waar je... Een groot deel eigenlijk als een soort zwarte box gaat beschouwen, omdat je denkt dat deel wel goed gaat. Dus daar, dat is even een afweging in datamodellering daarin. Ja, Bert, het merkt op in de chat en volgens mij kan je ook, als het goed is, ook met geluid deelnemen online. Maar die merkt op van de BGT-tabel en inloop, of de BGT-inlooptool, die zouden daarbij moeten helpen ook. Omdat het verhard oppervlak wat wel en niet afvoert, om dat goed in beeld te krijgen. En daar is juist ook, dat zou je samenwerking tussen waterschap en gemeente, zou de stimulans moeten zijn om daarmee aan de slag te gaan. Bert, wil je dat nog toelichten of zeg jij dit was helder? Heel kort, ook hierbij geldt eigenlijk hetzelfde als wat er helemaal aan het begin bij de Mentimeter gezegd wordt. Als je zorgt dat je in die BGT-inloop toe een tabel zelfde formats voor waterschappen en gemeenten, dat scheelt zoveel tijd en kwaliteit in het gehannes met data. Dit soort discussies vermijd je als je dezelfde structuren hebt. En alsjeblieft, omarm dat. Nou, dus eigenlijk wat Bert ook zegt, probeer dan het vaartoppervlak in ieder geval vast te leggen op een plek waar wat ervoor gemaakt is. En GWSW-kental is eigenlijk alleen het onderdeeltje van GWSW, waarbinnen de data uitgewisseld wordt ten behoeve van afvalwaterprognoses. En daarin is een afvoerend oppervlak actueel van toepassing. Ja, zeg maar daar rechts onderin staat totaal RWA. Dat zien wij als regen weer afvoer. In die sheet hiervoor had je het volgens mij over HWA. En toen bedoelde jij, denk ik, regenweerafvoer. Dat is hetzelfde. Er is één terminologie. Standaard. Hebben we dat wel afgestemd? Ja, die staat in GWSW op HWA standaard. Dus, HWA zien wij als alleen regenwater. Die vorige sheet nog. Ik zat even te kijken waar die was. Afvoer HWA situatie is de definitie zoals we in GWSW is afgesproken. Ja, zo hanteren wij als waterschappen dat volgens mij niet. Wij noemen dat de RWA-situatie. Hier staat HWA. HWA zien wij volgens mij alleen als hemelweer, hemelwater. Dus alleen regenwater. De regen is weer. Het verschilt per waterschap in dit geval. Ja. Is dat zo? Ja. Ik wou zeggen, dit is groter dan kentallen.
Nou, goed, maar het is een definitiekwestie die sowieso binnen waterschappen verschilt. Ook binnen gemeentes elke keer net. Want ik ken ook gemeentes waar ze bijvoorbeeld een driedubbel gelegd stelsel hebben. Eén is DWA, ander is HWA en ander is RWA. Waarbij het ene dan weer VGS is en het andere weer gescheiden. En ik weet niet waar nou precies welke put, want het dakwater... Nou goed, het feit dat ik het al niet meer weet, is dat het in de landen eigenlijk... Ja, willekeurig in die zin gebruikt wordt. Er zijn binnen GWSW standaarden voor. Ik weet niet wat de juiste standaard is. Nee, dat klopt inderdaad. Ik maar denk dat we daar nog wat moeten doen dan. Nou, er staat in ieder geval een term binnen het GWSW waarin we dat met z'n allen spreken. Dat is zeg maar los van GWSW kent allemaal. Ja, ik wou zeggen, dat is juist die, ja. 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 Maar ik zal hem nog even uitleggen of opzoeken op de site van Rienet hoe precies de definitie is en dan... Kan je hem ernaast leggen. En misschien dat ik hem nu even verwar. Maar dan dat we daar in ieder geval wel... En als je echt gewoon duidelijk zwaarwegende bezwaren hebt. Van hey, dit klopt niet of dat is echt pertinent. Ja, ik denk dat dat juist de oproep is van Rienet. Om te zeggen, jongens, laat even weten wat jullie visie daarop is. Ja, Windebleekhoer. Nog even terug over dat afvoer vanuit het oppervlak. Wij gaan altijd jaarlijks vaststellen samen met de gemeente wat dan de afnameverplichting is. Daar stellen we vast. En daar slaan we ook altijd op. Is dat ook die mogelijkheid ook in dit systeem dat je jaarlijks je verplichting, je afspraak eigenlijk vastlegt. Zodat je het later weer terug kunt zien wat is de... En daarmee zou je dus ook dat afkoppelen, zou je dan ook weer inzichtelijk maken. Want je kunt precies wat dan... Vorig jaar geweest, dit is van dit jaar geweest. Ja, er zijn in de landen verschillende manieren om dat te doen. De BGT-inlooptool-tabel werd net ook al gebruikt. Ja, jullie hebben een ander type registratie. Binnen het GWSW is daar nog geen officiële standaard vastlegging voor bedacht, afgesproken met elkaar. Juist omdat er ook verschillende manieren zijn in de landen. In die zin valt het wel buiten GWSW-kentallen. Omdat het echt het vastleggen is van verhard oppervlak en de voortgang daarin. Dus ik neem het mee naar Rienet. Ik weet dat die behoefte bij meerdere mensen, bij meerdere organisaties speelt. Er is nog geen standaard van. Jullie zijn hartstikke goed bezig en dit is het goede gesprek. Guido had met Jordi wel een mooi programma voorgesteld. Hè? Dat had hij voorgespiegeld met pauze en werkgedeelte. Dit is ook een soort van werkgedeelte. Maar het kan zijn dat er dus iets van die ambitie gaat sneuvelen. Ik ga nog even naar Thomas en dan gaan we even kijken van hoe we verder gaan. Ja, ik ben Thomas Stapel, ik werk bij Waternet en dat is dus gemeente en waterschap. En precies het probleem wat hier nu net op tafel ligt, dat merk ik dagelijks. Mijn wortels zitten in de riolering, dus het gemeentelijke deel. En het is onderstreept eens en te meer de noodzaak van die standaard, bijvoorbeeld GWSW of AWK DAMO, om met elkaar goed vast te leggen wat we nou wat noemen. En tot die tijd is het dus zo dat je op het moment dat je een kreet gebruikt, je hem altijd moet toelichten als je met de gemeente of met een ander waterschap moet toelichten. Van, je hebt het over RWA en dat betekent en DWA en pompovercapaciteit of het betekent alleen maar pompovercapaciteit. Je moet het gewoon toelichten en dat is om spraakverwarring te voorkomen. En dus eens en te meer reden om door te zetten met de standaardisering. Yes. Ja, dit is voor mij de laatste slide. Hè. Genoeg stof voor discussie. Mijn oproep vooral is, ga op de site kijken. data.gwsw.nl. Daar staat kentallen. Als je GWSW kentallen aan Google voert, dan kom je er ook. Op die site staat een mooie rode knop om de beschrijving te lezen. En dan is ook deze, we beogen het vast te stellen per 1 januari. Nou, daar gaat de commissie van, wat is het? Centraal College van Datastandaarden, deskundige datastandaarden... CCWDD, ja. Die gaan dat doen in november. En van tevoren doet Rienet altijd een publieke consultatie. Ik denk dat jullie het bij uitstek het publiek zijn die en het meeste voordeel hebben bij de juiste ontsluiting van die gegevens en de juiste velden. Dus ja, gebruik dat moment oktober ook echt om jouw invloed uit te oefenen. Echt van harte vragen,
kom gerust naar Rienet toe. Rienet is daar ook echt voor. Vanaf oktober zal ook deze link, de tervisielink, aangevuld zijn met de tervisielegging van Kentallen. Dus ook tegen die tijd van harte de uitnodiging. Ga nou eens kijken, want dit is echt iets wat jullie echt aangaat. Dat jullie leven makkelijker gaat maken, gezien de eerste slide van Guido met die... Wat was het, 60-80% van jullie tijd kan een stuk minder. Yes, Guido. Eén prangende vraag. Want, Ik ben ook wel geïnteresseerd. Er staat nu bij dat het één, want wat zei je, doe die slide nog even voor. Formele vaststelling per 1-1-23. Als ik deze discussie hoor net, dan denk ik, we zijn nog lang niet allemaal alles gevuld. Dus er gaat pas een wereld open als we alles gaan invullen. Ja. Wat gebeurt er na 1-1-23? Kunnen we dan niks meer veranderen? Hoe loopt dat proces? Dan moet ik zeker zo praten. Bedoeling is dat hij dan voor een aantal jaren wordt bevroren als datamodel en data-architectuur. Juist om ervoor te zorgen dat de leveranciers van bijvoorbeeld beheerpakketten kunnen aansluiten op zo'n standaard. Nou, als ze elke week een standaard gaan aanpassen, dan stoppen ze ook met aanpassen. We hebben dit datamodel hebben we ook al in een werkgroep met verschillende vanuit jullie samengesteld. Dus er is al wel heel uitgebreid naar gekeken, ook binnen praktijkcasussen. Mochten er nou echt naar die periode vragen zijn van hey, dit werkt niet of dit is echt suf. Het wordt voor een aantal jaar bevroren. Maar als er zwaarwegende redenen zijn om dat toch open te breken, dan zijn wij natuurlijk als Stichting Rienet dom als we dat niet doen. Ik denk wel dat we hiermee een hele goede basis hebben gelegd. En wensen en problemen zullen we altijd tegenkomen. En dat is ook echt wel iets om aan te moedigen. Maar dat zullen we ook pas in de praktijk tegenkomen. Dus over een aantal jaren weten we pas echt wat de consequenties zijn op het moment als er iets niet helemaal lekker loopt in het datamodel of de uitwisselstructuur. Ja. Misschien dan een van jouw vragen, hoe krijgen we het nu zover? Mijn beeld zou zijn, als je nu 2 jaar dicht zet, dan is dat een dood in pot voor dingen genereren. Maar dat is denk ik een verschil. Nou, ik denk dat er een verschil is tussen het datamodel, zeg maar, welke velden erin zitten met die data-ontsluiting. Kijk, als er technische problemen zijn, dan kan dat natuurlijk gewoon automatisch worden opgelost. Dat is iets anders dan dat er echt een consequente fout zit in het datamodel. Ik denk niet dat er heel veel andere vragen, andere nieuwe velden op zitten. En als dat dan nodig is, en het is urgent, kan dat natuurlijk wel worden aangepast. Maar de reden omdat wij als Stichting Rienet hebben gekozen om ervoor te zorgen dat het in ieder geval bevroren is, is ook richting die leveranciers van beheerpakketten. Omdat zij ook weer verder moeten met een aanpassing. En die ontwikkelaanpassingen gaan ook niet. En we weten uit ervaring van de afgelopen modules binnen GWSW, dat er de komende paar jaar echt die datasets gevuld gaan worden. En dat steeds beter gevuld gaat worden. En dat die datamodellen meestal nog niet het grootste probleem zijn binnen die hele route die we hierin volgen. Kijk, en als het nodig is, dan breken we het open. Maar ervaring leert dat we hem echt voor een aantal jaar moeten bevriezen richting de leveranciers van beheerpakketten. Omdat daar echt aan de voorkant de zaken beginnen. Als zij hun OroX bijvoorbeeld niet goed kunnen uitleveren, omdat zij zeggen, ja, we doen niks meer omdat het elke week verandert. Ja, dan gaat die hele trein niet meer lopen. Dus dat is een bestuurlijke, of ja, in ieder geval een zakelijke overweging geweest. Die leveranciers zullen we mee moeten krijgen, want anders zal nooit die data van de gemeentes erin komen. Ja, en het is niet dat Jordi dit op haar zolderkamertje heeft zitten uitdenken. We hebben hier met die werkgroep echt goed over, mooi ontworpen. Ze hebben verschillende waterschappen bij betrokken geweest, een stuk of 5. Mensen van gemeentes. We hebben een praktijktoets uitgevoerd waarbij Duop dus echt heeft gekeken van oké, klopt dat model wel als we echt een dataset erop willen gaan zetten. Dus dat is ook al een keer geprobeerd. Vanuit het waterschap hebben we het geprobeerd. Vanuit Dama AWK werkt, wordt het nu gedaan. Dus ik denk dat dat eigenlijk wel gaat lopen. En als je nu nog, en daar gaan we zo meteen naar kijken, hoe kan je nou ervoor zorgen van klopt het wel voor mijn prognose toe? Want dat is eigenlijk nu, voor nu de belangrijkste vraag. Want dat is waar het datamodel in eerste instantie voor geschikt is. Kan ik een prognose ermee opstellen? Probeer dat even te checken. Dan ga ik nu even uitleggen hoe je dat doet. Het is ook de beoogde vaststelling. Hè? Dus als het er echt zwaar weegt, dan nodig ik je vooral ook uit. Geef dat aan bij Rienet. Kijk, ik ga er niet over.
Oké, even kijken. We hebben nog een kwartiertje. Ja, ik denk dat dit gewoon de afsluitende oefening wordt. We hebben een goede discussie gehad over van alles nog wat punten opgedaan. De rest kunnen we denk ik gewoon tijdens een netwerkborrel of lunch doorspreken. Maar dit is denk ik voor nu gewoon even als afsluiting een goede om te doen. Zoals ik al zei, we moeten van links naar rechts uiteindelijk gaan stromen. Maar begin even bij het einde. Want dat is eigenlijk het datamodel waar je op basis daarvan moet je een prognose kunnen maken. Ik heb hier een soort formuliertje gemaakt. Is er? Ik heb hier een... Kijk, per zuiveringskring komt er dus een tabel uit waarop je per afvoerpunt en per afvoerrelatie heb je een aantal velden staan. En dan vervolgens ga je zelf kijken van komen die velden wel terug in hoe ik prognoses opstel. En als je die mapping kan maken, dan weet jij zeker van oké, voor mij, ik kan in ieder geval hier mijn prognoses mee maken. Daarna zou de stap inderdaad zijn van hoe krijgen we het dan erop? Dat was dit gedeelte, dat had ik vandaag ook met jullie bij stil willen staan, hebben we het even over gehad. Misschien kunnen we dat in de volgende community of practice doen. Huiswerk. Ik ben natuurkunde leraar, dus inderdaad, ik zal jullie huiswerk meegeven. Ik denk, nu gaan we gewoon even focussen op. We hebben een mooi datamodel, dat wordt binnenkort vastgesteld. Er zijn nog 3 maanden om daar kritisch naar te kijken. Dus maken we nu even een klein beginnetje daarmee. En dan gaan we lunchen. Ik zal zo even de opdracht uitleggen. Ja, het idee is dat je met je eigen waterschap bij elkaar gaat zitten. En als je in je eentje bent, sluit je dan even ergens anders aan. Het gaat echt om de oefening. Ik heb hier een formulier. Op de achterkant staan alle velden die in het GWSW kentallen zitten, zeg maar, op per punt en afvoerrelatie. Dat is het enige wat je nodig hebt voor een prognose. Tenminste, zo is die ontworpen. Maar je gaat dan nu kijken van maar welke variabelen gebruik ik eigenlijk allemaal om een prognose op te stellen? En zoals Jordi net ook even laten zien voor Hollandse Delta, ja, zitten die erin? Zo niet, kan ik hem misschien afleiden op een andere manier. Dus bijvoorbeeld verhard oppervlak, stel dat dat er niet in zou zitten. Ja, kan je uit BGT inlooptabel halen. Dus dat is eigenlijk de oefening. Zit met je eigen waterschap bij elkaar. Kijk, vul even in welke velden jij nu in je prognose tool hebt zitten. Zit die in GWSW kentallen, kan je dus hier controleren. Zo niet, kan je hem afleiden. En als je weet, ik kan hem niet afleiden en hij zit er niet in, dan hebben we een probleem. En dat kan je dan ter visie leggen, zeg maar, kan je terugkoppelen naar GWSW kentallen. En dit is niet, ik weet, we hebben 10 minuten, gaat nooit lukken. Maar het is even om die drempel over te gaan van hoe ga ik hier naar kijken over 2-3 weken. Ja? Online gaat Kees het een en ander uitwisselen en met de online gasten mee. Hebben we daarmee eigenlijk ook de afsluiting gehad of komen we over 10 minuten nog even terug, Guido? Over 10 minuten sluit je nog even af. Ja, goed zo. Dus we gaan nu even werken, delen deze flappen uit. En dan over 10 minuten gaan we de sessie afsluiten met nog een aantal conclusies. Mag ik twee mee? Dan neem ik een bankje mee. Ja. Voor de podcast.
Mooi dat jullie de focus helemaal hebben. Maak de groepen niet te groot. Dus probeer lekker met z'n tweeën, drieën aan de slag te gaan. Guido en Jordi en volgens mij Mark, die lopen rond voor tips en trucs.
Guido, mag ik jou nog eventjes? Guido, mag ik jou nog even hiervoor hebben? Misschien kan jij hier gewoon, als je in dit dingetje praat, dan lukt dat. Beste mensen, mag ik even jullie onderbreken, want jullie kunnen zo door. Even hele korte pauze van dit hartstikke leuke werkgedeelte waar jullie veel te kort tijd voor hebben. Maar huiswerk is ook een keuze. Ik heb de dankbare taak om deze dag te modereren en de ondankbare taak om daar ook de tijd in te bewaken. Dus daarom hebben we nog 2 minuten om deze sessie af te ronden. Dan hebben we ook een fatsoenlijke lunchpauze voordat de volgende sessie weer start. Guido, je hebt ze aan het werk gezet. Daar gaan we nog mee verder en mee door waarschijnlijk. Misschien nu nog wel of op een later moment. Ik ben heel benieuwd, waar gaan we dit voor benutten? En wat is eigenlijk dan ook de soort van conclusie of oproep hierna? Zou je dat nog willen delen? Want dan sluiten we daarmee deze sessie formeel ook af. Ja, ten eerste alleen maar goed dat er veel reacties rond uit de zaal komen. En vanaf thuis. Dus dank jullie wel voor actieve deelname aan deze werksessie. Het was meer een discussiesessie dan een werksessie. Maar op het eind, ik hoop dat dit een klein aanzetje geeft. Nou ja, op deze manier kan ik er naar gaan kijken. En de volgende stap is dus, en ik denk dat we daar gewoon bijna een aparte COP aan kunnen wijden, is van hoe krijgen we dan uiteindelijk GWSW-kentallen ook gevuld? Want nu weten we dus, het is een goede standaard. Maar ja, uiteindelijk moeten we er moeten we wel gevuld krijgen. Dus wat jullie mee kunnen nemen naar huis is, je hebt nog een paar maanden om GWSW-kentallen. Oh, is alleen oktober. Alleen oktober. Ter visielegging is oktober. Ja. Waarschuwing. Ja, precies. Ter visielegging, dus kritisch naar kijken, kan tot met oktober. Daarnaast. Je kan echt al op GWSW-kentallen anticiperen. Doen wij ook bij Rijnland. Omdat je weet van, hoe in de toekomst kan dit invloed hebben op het proces. Op hoe werken we samen met gemeentes. Hoe krijgen we inderdaad die cijfers uit al die verschillende beheerpakketten en gemeentes erop. Dat is iets wat dan de laatste oproep is. En daar kunnen we dus volgende COP erbij bij stilgestaan. Dus van hoe stimuleren we elkaar en gemeentes om die GWSW-kentallen te gaan vullen. En met elkaar die stap te gaan zetten richting de druk op de knop. De knop van Diaan. Ja. Toch? Dankjewel door jezelf het goede voorbeeld te geven. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Klopt. Hetzelfde ontdekken wat kan en wat niet kan in de volgende stap te blijven zetten. Dankjewel Jordi en Guido voor het vele voorwerk. Nou, jullie bedankt. Dankjewel. Ja.